Na overleg met de regering heeft de Centrale Bank van Suriname besloten de dienstbetrekking met de directeuren William Orrie en Michael Suknandan per 1 juli 2021 te beëindigen. Aldus een persbericht van de Centrale Bank van Suriname. Orrie en Suknandan waren al heel lang in dienst van de bank en zijn in maart 2019 benoemd tot respectievelijk directeur monetaire en economische zaken en directeur bankbedrijf en bankaire zaken. De bank heeft inmiddels de nodige voorzieningen getroffen en zal de opengevallen posities spoedig invullen.